U kijkt naar Rai Vloed, de topscorer van Heracles met 6 goals. En hij heeft er ook 6 in liggen. Djokomakis, de Griekse spits van VVV. Dat speelt in de volgende formatie. 2 Duitsers als Becks, Swinkels en Gelmi in het midden. Een 4-mans middenveld. Hunte van Krooi aan de buitenkanten. Lindhorst en aanvoerder Post. En dan dus 2 aanvallers. Djokomakis en Arias. Dat is Mark Luipers trouwens. Oud-verdediger van VVV en Roda. Assistent trainer bij VVV. Richard Martens is de scheidsrechter. De andere namen Erwin Blank en Freek van Deursen zijn de VARs in Zeist. En wij hopen dat die niet in actie hoeven te komen. Prupper, captain van Heracles, is terug in de basis. Danny Post, de vaste waarde bij VVV. Bukker is nog altijd de doelman. Breukers, Prupper, Knoester en Harteveld, de verdediging. Het middenveld met Vloed, Centraal, Schoofs en Bijleveld. Schoofs en Belg. Van der Water, Scheuken is de spits en De La Torre. Een jonge Amerikaan speelt aan de linkerkant. Bukker dus de derde doelman in principe bij Heracles. Blaswieg nog altijd niet fit, Brouwer ook niet. En dus staat Bukker net als vorige week tegen Utrecht in het doel. Hij is weer terug. Wormoed. Vorige wedstrijd was hij er niet bij, ontbrak hij vanwege corona. Dat lijkt me ook een vrije trap. Is het ook. Overtreding op Lindhorst. Hem houden ze dus in de gaten, Djokomakis. Maar Pasionik. Oh, dat is een rare bal daar. Gaat hij erin? Nee, die gaat er niet in. Wel een goede kans hoor. Voor Evert Lindhorst. Altijd lastige ballen voor de verdediging. Zo hard. Voor het doel langs. Daar hoef je maar tegenaan te lopen. Bukker zat er ook niet echt lekker bij. Verdedigers ook niet. Dit is ook link hoor wat hij daar doet. Ja, dat wordt dan afgestraft. En weer niet met een doelpunt. Wat een kans zeg weer. En wat een geknoei daar achterin. Ik vraag me altijd af, ik heb het van de week ook weer een paar keer gezien. Waarom doen keepers dat? Waarom spelen ze een medespeler aan die in de dekking zit? Wat is dit voor onzin? Hunten. Djokomakis. VVV wil iets meer dan een doeltrap die door scheidsrechter Martens wordt aangegeven. Maar wat wil VVV? Ja, dit lijkt mij niet goed genoeg voor een strafschop hoor. Hij geeft een strafschop. Hij kan gewoon schieten. Daar ga je toch geen penalty voor geven? Kom op zeg. Wat is dit voor onzin? Djokomakis tegen Koen Bukker. En die strafschop gaat er dus niet in. En in tweede instantie ook niet. Ja, een oude voetbalregel is altijd een onverdiende strafschop. Die gaat er dus niet in. Een slechte penalty. Maar wel goed gekiept natuurlijk ook van Koen Bukker. Dat zeker. Ja, daar mag hij trots op zijn. Post. De maker van de enige goal vorig seizoen toen VVV met 1-0 won van Heracles hier in de Koel. In Almelo werd het 6-1. Dat was het einde toen van Robert Maaskant als coach van VVV. Van der Water gaat er vandoor. Vloed. Oh ja. Ja, die gaat echt richting de Kraal. Het oude stadion van VVV wat hierachter ligt. Vloed. Met Hunter zelfs in de achtervolging van de Water. Nou, laat eens zien wat je allemaal kunt van de Water. En dan kan hij dus namelijk scoren. 0-1. Een doelpunt eigenlijk uit het niets. Het ging gelijk op met misschien zelfs wel licht voordeel voor VVV. Maar dan is Van der Water zo'n speler die dat dus kan. Die heeft die mogelijkheid. Individueel sterk. Ja, raak. 0-1.
postwind. En krijgt een knal in zijn gezicht. Gaat liggen en nu? Ja, die is vol. En de scheidsrechter staat daarbij en doet niks. Die krijgt hij gewoon vol tegen de zijkant van zijn hoofd. En wat doet hij nu? Ja, dat dacht ik wel. Rood voor Schöken. Heracles heeft gewisseld. De man van de enige goal van de wedstrijd tot nu toe. Van der Water is eruit en Seintje is zijn vervanger. Schäfer. Lindhorst. Hunten. En daar is de gelijkmaker. De 1-1. Arias. Het is zijn tweede goal voor VVV. Jafar Arias. Goeie actie van Hunten. En met de binnenkant ingetikt door Arias. 1-1. En blijdschap bij hem. En bij de coach. Tjukkelmakers, Hunten, Post, Lindhorst, Tjukkelmakers, Schmitz, Hunten, Schmitz weer, Prupper. Maar ja, dan is het wegroeien die bal, hopend en wachtend en kijkend op die enige man voorin. Vloed de bal nog eens vast kan houden. En voor de rest is het een kwestie van tegenhouden. Maar deze zit er mooi in hoor, van Van Krooij. 2-1. Niks meer tegenhouden dus. Je kon erop wachten. En daar zit de Zonda. Schöken, ja. Nadenkend. Lekker uitgehaald. Vito Van Krooij. Ja, dit is een mooie goal. Heel mooi. Seintje over de knie bij Koem. Wat kan Heracles nog uit deze vrije trap van Bijleveld? Een penalty? Ja, een penalty. Dat kan Heracles dus nog. Als hij tenminste ingeschoten wordt. De overtreding op Prupper. Ja, dit is een overtreding. Vloed tegen Kirschbaum. De topscorer van Heracles. Die zal het al wel ingaan, zou je zeggen. Die gaat erin. En dan is het toch nog weer 2-2. Oliedom van hem. Waarom maakt hij die overtreding daar? Oliedomme overtreding van Tjukkelmakers. Goed ingeschoten die strafschop. Rijn Vloed. Post. Pasionik, de rechtsachter, heeft hij dan de winnaar op de schoen? Nee. Knoester, Hardeveld. Rente die even op avontuur ging, terug in de verdediging. Schmitz, Huppets. Daar valt hij dan toch. De 3-2. Daar valt hij dan toch. Het is dan toch Georgios Tjukkelmakers. Een rotavond leek het voor hem te worden. Een penalty gemist, een penalty veroorzaakt. En dan toch vlak voor tijd de winnende treffer. Daar ben je spits voor. 3-2. De genadeklap voor Heracles. Komt er dan toch nog een derde almeloze treffer uit deze corner? Knoester, nee. Arias en Hardeveld. Prupper. Een vrije trap nog voor Heracles.
Laatste minuut loopt. Prupper mee. Bijleveld heeft haast nu. Of. Scheidsrechter Martens kijkt op zijn klok. De La Torre. Rente. Seintje. En nog een corner. Prupper wil die bal. Die corner zal de scheidsrechter ongetwijfeld laten nemen. Daar komt die bukker. En dan fluit de scheidsrechter voor het einde. Het hoeft niet meer. VVV had 5 punten, heeft er nu 8. Heracles had er 8, blijft op 8. En hij speelde een hele merkwaardige rol. Schudt ook met zijn hoofd. Djukumakis miste een penalty, veroorzaakt een penalty en schiet de winnende treffer binnen. En dus is hij toch een echte spits. Goed voor 7 goals. En zo haalt VVV de 2e overwinning van dit seizoen binnen en zijn de knuffels ook voor hem.